Muiden, gelegen aan de monding van de Vecht, is een plaatsje met een rijk verleden. De eerste melding van Muiden stamt uit 953. Het heette toen nog Amuda, monding van de A, de oude naam van de rivier der Vecht. De vesting Muiden is vooral bekend van twee onderdelen die eeuwen uit elkaar staan. Het Muiderslot aan de ene kant van de tijdsbalk en het kunstmatige forteiland Pampus aan de andere. Vanaf het einde van de 13e eeuw verdedigde het Muiderslot de monding van de Vecht. Van tolhuis tot vestingwerk heeft het eeuwenlang deel uitgemaakt van de vesting Muiden. Het forteiland Pampus behoort tot de stelling van Amsterdam en zou kunnen worden beschouwd als een vooruitgeschoven batterij van de vesting Muiden. De vesting zou zich in de loop der eeuwen ontwikkelen tot een systeem van verdedigingswerken, met onder andere een ommuring, grondwerken met bolwerken, forten, batterijen, munitieopslagplaatsen, kazernes, inundatiewerken, loopgraven en versperringen. We staan op de zeedijk ten oosten van Muiden bij de tankversperring. Maar officieel moeten we eigenlijk zeggen dat het een vechtwagenhindernis is. Want dat is de officiële term die bijvoorbeeld Stichting Menno van Coehoorn ook hanteert. Een vechtwagenhindernis is eigenlijk een mooie naam omdat het aangeeft dat het een bouwwerk is van het Nederlandse leger voor de Tweede Wereldoorlog. Het is een versperring die bedoeld was dus voor panzerwagens en tanks. In het midden is wel een opening, maar die kon dus worden opgevuld met piramidevormige betonblokken die hier en daar nog achtergebleven zijn. De boeren hebben na de oorlog op een aantal plaatsen de staven weggezaagd, omdat het natuurlijk voor het landbouwverkeer erg hinderlijk is. Maar u kunt hier toch een goed beeld krijgen van hoe het moet zijn geweest toen de polder onder water stond. Dus hier één grote watervlakte was. Alleen de dijk die er bovenuit stak en die versperring die dus dan eigenlijk ook nog de dijk zelf bewaakte. Het bijzondere van deze plek is dat hier eigenlijk een scharnierpunt wordt gevormd door drie linies die bij elkaar komen. De oude Hollandse waterlinie die dus in 1672 begon. De nieuwe Hollandse waterlinie die na de Franse tijd is ontstaan, maar ook de stelling van Amsterdam. Alles komt hier eigenlijk bij elkaar, bij Muiden en in dit inundatiegebied. Dus dat al die tijd werd gebruikt om onder water te zetten en de vijand tegen te houden. Muiden, op het scharnierpunt van drie belangrijke waterlinies, is eeuwenlang dus een militaire stad geweest. Door zijn strategische ligging speelde het een belangrijke rol in de verdediging van onder andere Amsterdam. De eerste verdedigingswerken stammen uit de 15e eeuw. Muiden is in 1477 als vestingstad eigenlijk ontstaan door de aanleg van de eerste wallen. En later is dat uitgebreid, de wallen zijn verbeterd en ook verplaatst en verhoogd. De kracht van de vesting werd op de proef gesteld na de val van Naarden in het rampjaar 1672, waarin Nederland werd aangevallen door Engelsen, Duitsers en Fransen. In 1672 toen was Muiden dus een frontstad geworden. De inval van de Fransen die maakte het nodig dat de waterlinie voor het eerst in werking werd gesteld. Door op eigenlijk een primitieve manier de dijk door te steken ten noorden van het Muiderslot. En vanaf dat moment is Muiden als vesting eigenlijk steeds belangrijker geworden. Als de route naar Amsterdam, die ook mede door Naarden werd bewaakt. Maar Naarden was door de Fransen veroverd. Dus Muiden heeft eigenlijk op dat moment de hoofdstad en ook Nederland gered van de ondergang. En dat is toch wel een leuk element van onze geschiedenis. Muiden was dus niet zomaar een stad op een strategische landbrug, maar speelde een cruciale rol bij de unieke verdedigingsmethode waar ook de stelling van Amsterdam op gebaseerd was. Namelijk de onderwaterzettingen, oftewel inundaties. Muiden bezit namelijk de primaire Zuiderzee-inlaatsluis voor de Hollandse waterlinies. Even verderop, bij het Muiderslot, vinden we een andere bijzondere inlaatsluis voor de inundaties. We staan hier bij de Holle Sluisbeer, ten noorden van het Muiderslot. En de Stenen Beer is eigenlijk misschien wel het meest bijzondere vestingwerk wat we hebben in Muiden. Omdat hier het begin was van de Hollandse waterlinie. Hier werd dus het water ingelaten. Je kunt goed zien dat er drie schuiven zijn. De drie openingen die waren dus bedoeld om het water in te laten. Zodra de waterlinie in werking werd gesteld, er werden de schuiven omhoog gedaan. Via de vest, de inlaatkom. En allerlei kleine inlaatschuifjes kon het water dus dan over de polder tussen Muiden en Naarden en nog verder weg, zelfs richting Weesp, de polders overstromen, ongeveer een halve meter diep. En met dat water was het dus voor een vijand heel moeilijk om Muiden en Naarden en Weesp
te naderen. En alleen de wegen en de dijken die boven water uitstaken, die kon je dan gebruiken. Maar daar stonden dan juist weer allemaal forten en kanonnen op gericht. En deze stenen beer is dus hol. Er zitten ook schietgaten aan de oostkant, waarmee men dus de vest aan die kant kon beschieten als er iemand probeerde met een bootje het water over te steken. En hier zien we dus de Noordpolder, het inundatiegebied, wat door middel van deze stenen beer onder water gezet kon worden. De eigenlijke vesting werd omringd door muren met bolwerken waar we nu nog enkele restanten van terug kunnen vinden. De Holle Beer werd verdedigd door het Muiderslot en aan de andere oever door de Westbatterij. Aan de zuidkant waren nog meer inlaatsluizen, zoals deze bij Fort H. In het oude fort is nu een restaurant gevestigd. De zuidoostelijke invalsroute, de meest gevaarlijke vanuit de richting van Naarden, werd bewaakt door het Muizenfort, gebouwd in 1874. Het fort herbergt nu onder andere een museum. Het Muiden-Muizenfort Museum biedt een binnenexpositie over de geschiedenis van het fort en een buitenterrein met onder andere een loopgravencircuit. Wij staan lekker hoog op het dak van het Muizenfort. Het Muizenfort is een onderdeel van de vesting Muiden. En de bedoeling was dat dit een verdediging was, een van de laatste verdedigingen van de Amsterdamse kant af naar het oosten toe. Met flankerend vuur naar de havenmond, de richting Muiderslot, naar de richting Weesp hier in de vestinggracht, maar vooral frontaal. Waar de oude weg liep naar Amersfoort, die nu Zuidpolderwog heet, en de trekvaart naar Naarden toe. Vlakbij het Muizenfort staat de kazerne uit 1876. We staan hier bij de kazerne, gebouw D in de vesting Muiden. Gebouw D is gebouwd in 1876, zoals boven de ingang te zien is. De kazerne was bedoeld om als legerplaats te dienen voor de honderden militairen die de vesting moesten bewaken, maar vooral later ook dienst moesten doen op Pampus. Van hieruit gingen dus detachementen met de Pampusboot naar Pampus later. En als ze daar hun dienst gedaan hadden, kwamen ze hier weer terug. Maar het is wel zo dat in de geschiedenis van de fortificaties en ook van de stelling van Amsterdam, het gewoon door de wapenwetloop ook bleek dat je steeds achterhaald werd door die wapens en alle dingen die je ging bouwen bijna weer nutteloos waren op het moment dat je ze zou kunnen gebruiken. Nou, zo is dat ook met de forten gebeurd. Op een bepaald ogenblik is er ook gestopt met de fortenbouw. En dan zie je een hele ontwikkeling dat er dus anders werd gedacht. Geen forten meer vanwege de wapens die daar tegenover stonden. Maar meer andere kleinschalige verdedigingselementen. En dat heeft ertoe geleid dat men toen uiteindelijk in de 30e jaren een hele serie kazematten heeft ontworpen die van gewapend beton waren. En onder andere horen daarbij die groepschuilplaatsen, die u hier ook eentje van ziet, die van beton zijn en dus als bomvrij werden gekenmerkt vanwege hun dikke wanden. Na het afzwaaien van de stelling van Amsterdam bleef Muiden een cruciale strategische rol behouden. In deze periode werd er veel gewerkt aan de verfijning met kleinere verdedigingswerken, zoals versperringen en loopgraven. Wij weten uit de geschiedenis dat ook hier op het Muizenfort oorspronkelijk loopgraven zijn geweest. Er zijn nog filmpjes van. We hebben getracht dat na te bootsen, maar we hebben de originele gangen niet meer kunnen vinden. En met behulp van enkele mensen van Menne van Koorn hebben we dus dit circuit ontwikkeld waarin we zoveel mogelijk de elementen die er al waren, dus de groepschuilplaats, de uitkijkpost die we hebben en de G-mitrailleur-kazemat die daar dus ontmanteld staat, om die bij elkaar te brengen en zo'n beeld te geven van hoe het toen geweest zou kunnen zijn en misschien ook wel geweest is.